Het was wel een prioriteit te stellen. Ik vind wc-papier hamsteren niet oké, maar wiethamsteren is wel wat anders. Direct nadat bekend werd dat alle horeca tot in ieder geval 6 april gesloten is, gingen Leidenaren massaal de straat op. Om wiet in te slaan. Waarbij mensen van koffieshop naar koffieshop gingen. Nou, die dus en deze, maar toen was het al 6 uur, dus toen had ik geen tijd om nog naar een ander te gaan helaas. Anders had ik dat wel gedaan. Hoeveel mocht je meenemen? 5 gram per shop, maar ik heb nu dus iets meer dan 10 gram bij me ongeveer. De sfeer rond de Lammermarkt was gespannen, want om 6 uur zagen veel mensen de laatste zakjes wiet aan hun neus voorbij gaan. Nou, ik denk in ieder geval dat de dealers heel veel gaan verdienen en zo. En ik denk dat hele goede business voor hun gaat zijn. De sluiting geldt voor alle horeca. Dus ook voor fastfoodketens en restaurants. Shit. Eigenlijk wel gewoon echt shit. Echt gezin in. De komende maand kan niemand meer pannenkoek eten hier, hoor. Ja, en daarom dachten wij, de laatste kans moeten we benutten. Ik vind het wel een beetje dramatisch eigenlijk. Want ja, als je gewoon even zin hebt om naar de Mac te gaan, wat... Het is niet echt alsof hier meteen iedereen wordt geïnfecteerd met corona. Voor alle jongeren is het één grote grap dit. Want alle jongeren die maken het allemaal gewoon mee als een griepje. En die kunnen gewoon hartstikke makkelijk door. Maar alle ouderen, ja, die hebben wel een probleem. Ik vind het zelf niet erg, al zou ik in quarantaine moeten, al zou ik zelf corona krijgen. Ja. Maar ik zou het wel zelf erg vinden, al zou ik iemand anders aansteken die daar toch echt aan overlijdt. Ik begrijp het wel. Ik begrijp wel dat mensen er bang voor kunnen zijn, maar... Dat is een beetje wel overdreven. Vanaf maandag zijn ook alle scholen voor minstens 3 weken gesloten. Maar dat beseft nog niet iedereen. Tot hoe lang blijft school dicht? Ook gewoon tot 6 april? Nee joh. Zou jij willen dat school doorgaat? Ik zou heel graag willen dat school doorgaat. Over 2 weken heb ik een toetsweek, daarna heb ik gewoon mijn examens. En ik wil gewoon heel graag dat het doorgaat. En wat ga je nu nog doen? Nou ja, ik was eigenlijk aan het leren voor mijn proefwerk wiskunde morgen, maar dat gaat dus niet meer door. Dus ja, nu ga ik denk ik gewoon blowen.